Ik ben een lekker omeletje aan het maken. En toen ik met mijn camera pakte, flikkerde die keihard op de grond. Maar het ziet er wel echt lekker uit, man. Ik heb net dus een melding gekregen van PostNL dat mijn Kylie Cosmetics pakje dus is afgegeven bij een afhaalpunt. Dus ik moet het zo ophalen en ik ben echt zo fucking blij. Besef, het is nog een bestelling van Black Friday. Gewoon letterlijk een maand later krijg ik het. Ik ben zo blij als mijn Kylie Cosmetics pakketje aankomt. En ik heb ook nog een ander pakketje nog besteld. Die is nog steeds niet binnengekomen. Die had ik nog eerder besteld. En ja, ik heb make-up besteld. Dus van Kim Kardashian. Ik ben echt benieuwd naar haar make-up. Ik heb er eigenlijk niet heel veel goeds over gehoord. Maar ik dacht, ja, ik probeer het toch uit. Want er waren dus twee producten die ik echt heel graag wou. En die heb ik gewoon toen ook besteld. Dus dat ben ik nog even aan het afwachten. Maar ik ga straks mijn pakketje ophalen. Ik ga even dit nog verder fixen. Ik heb me even snel omgekleed. En ik heb een nieuw jasje aan van Come Get Fashion. En deze is echt zo chill. En ik heb gewoon een spijkerbroek onder. Anders laat ik het zo even zien. Kijk, dit is mijn outfit. Echt zo'n chille jas. Wanneer wij weggaan. En Dina wil niet meer naar binnen. Want ik durf haar niet alleen binnen te laten. Kijk, 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 kijk. Jij moet naar binnen. Niet naar de overkant rennen. Nu. Ja, naar binnen. Ik heb een brave kat. Naar binnen. Kijk, gaat ze weer wegrennen van mij. Dina, jij moet naar binnen. Jij moet echt naar binnen. Kom. Naar binnen lopen. Nu lopen. Nu. Nu. Oh mijn god, wat hebben we gedaan? Ja, ze heeft al het zand uit de pot heeft naar binnen gesmokkeld. Waarom heb ik zo'n stoute kat? Wat gaan we nou doen dan? Ga maar naar binnen. Kom naar binnen. Oh, oh, bijna op je staartje. Kom naar binnen. Kom naar binnen. Gaat ze weer wegrennen, jongens. Kom naar binnen, schat. Kom. Jelle. Naar binnen. Jelle. Jelle, Jelle, Jelle. Ze gaat niet. Oh, 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 ze gaat naar binnen. Wat ben jij mooi, hè? Doe die dan. Doe die dan. Jongens, ik heb mijn pakketje opgehaald. Ik ben blij mee. Ik heb mijn Kylie Cosmetics en mijn haarproducten van Mixed Chicks. Dat jullie allemaal natuurlijk thuis zien, maar we gaan nu even snel naar de intratuin. Leuk, Inesje? Leuk hoor. Heb je zin naar de intratuin te gaan bij? Ja. Wat gaan wij doen daar? Kerstboom halen. We gaan eindelijk een kerstboom halen, we zijn eigenlijk veel te laat. Iedereen heeft al eentje. Ja, maar we gaan het toch doen. Jongens, wij hebben ook kerstkaarten gekocht. Ik ga stuk. En deze kerstkaarten passen echt wel bij Ines zien. We gaan even sturen naar onze ouders. Nessie's opa en oma. En ja, nog een paar vriendinnetjes denk ik. En vrienden. Ga je dan je vrienden sturen of denk je nee? Wat ik ook echt leuk vind, is als je deze kerstkaart dus koopt, dan steun je ook gelijk een goed doel. En dat is hier de kankerbestrijding. Stichting tegen kanker. Dus dat is mooi meegenomen. Kijk, deze intratuin heeft gewoon geiten. Hi! Hallo! En rijd ook door. Nee, niks. Ja? Geef je geen aandacht. Hoi. Geef maar op. Nou. Doei. Oh, kijk. We zijn nu dus aangekomen bij de intratuin. En zie je echt zo mooi versierd. Kijk één keer, jongens. Hoe cute is dit? Nou, wij zijn nu bij de kerstbomenafdeling. Is echt heel erg moeilijk. Bij deze moet je die takken apart erop doen. Dat vind ik echt kut. Oké, welke is dat niet dan? Deze is echt vet mooi. Deze, maar deze is €400. Onderop. De intratuin is echt zo cute. Je hebt ook zo'n roltrap en dan kan je naar boven gaan. Er zitten allemaal van die kerstversieringen. Daar gaan we straks naartoe. Maar eerst wil Ness zien naar de dierenafdeling. Naar zijn haas. Ness geeft gewoon de laars van een kleine jongen terug. Is die er nog? Kijk, Ness wou dus naar deze reuzenkonijn. Oha, dikke kont wel, man. Zo schattig. Oh, zo lief. Oké, wij gaan nu naar boven. Film mij terwijl ik naar boven ga. Oh. Oh, monkey boy. Wat hè? Nou. Wat enig.
Oh, dit ziet er echt zo mooi uit. Ah, we gaan straks even koffie drinken daar. Jongens, het is toch echt een droom dit. Allemaal Tony Chocoloni. Super lekker. Welke is jullie favoriet? Mijne blijft deze. Inmiddels hebben wij een kerstboom uitgekozen. Wow, en vorig jaar hebben wij nog gouden kerstballen en zo. En ik wou nog een beetje brons erbij doen. Ik hoop dat het een beetje mooi is, maar ik heb deze kerstballen uitgekozen. Ik vind ze echt cute. We zitten gezellig samen op een bankje hier bij de Intratuin. En ik heb een cappuccino besteld. Ik heb bruine suiker gepakt, maar ik weet niet zeker of ik het erin ga doen. En ik ga er water bij drinken. Nesmo heeft een smoothie met deze verrukkelijke taart. Een minuut. Deze ziet er zo goed uit. We hebben echt niks bijzonders gedaan. We wisten hier echt gewoon een half uur al. Gewoon echt kapot zijn. We hebben al niks gedaan door IKEA lopen. IKEA Intratuin. Inmiddels hebben we ook al onze kerstboom achter in de auto. En we gaan nu even snel richting de Mediamarkt om een tosti-apparaat te halen. Want die van ons is kapot gegaan vanochtend. De geit te zwaaien. En ik moet ook nog pantoffels hebben weer. Want mijne zijn niet kapot gegaan. Ik heb ze zelf eigenlijk vernield. Waar wil jij pantoffels halen? Ik ging de douche schoonmaken en toen waren ze nat geworden. Pantoffels maakt niet uit waar als het bij Zeeman. Maar ik heb gewoon echt pantoffels nodig met dit weer. Ik ben echt blij we alles gewoon hebben gescoord. En mijn kerstballen. Echt blij hiermee. Woo! Nou, Nessie is nu bij de Mediamarkt. Een tosti-apparaat aan het uitkiezen. En ik mag me daar niet mee bemoeien. Want als het aan mij ligt, kopen we gewoon zo'n simpele. Of zo'n eentje uit de films. Kennen jullie deze? Ik vind het zo leuk. Maar Nessie wil per se zo'n heel luxe. Is toch overdreven? Ja, als we dezelfde halen. Ja, maar ik vond hem eigenlijk wel irritant met al die onderdelen en shit. Hoezo is het irritant? Dus de tosti-apparaat die Nessing wou, die was niet meer op voorraad. Maar ze hadden dus toevallig twee showmodels ervan staan. Dus ik denk, ik ga gewoon even een beetje wat proberen bij de verkoper. Dus ik heb gezegd, ja, mag ik dan niet gewoon één van de showmodellen voor een goedkoper prijsje? Dus we zijn nu aan het overleggen. Ik hoop gewoon even een korting krijgen op één van de tosti-apparaten. Helemaal leuk. Ness, heb ik korting gefixt of niet? Zeker. Goed zo. Nou, Nessim. Heb ik het gefixt of niet? Daar is onze tosti-apparaat, jongens. Ja. We zijn net thuis en ik heb me even snel omgekleed en ik heb even gedoucht. En ik heb trouwens mijn nieuwe pantoffels aan. Hoe cute zijn deze? Oh, Nessim heeft een nieuwe speaker gekregen van Kai. Ik ga helemaal stuk. Hij had hem net aangeraan. Hij was zo hard gewoon. Hij geeft weer lichtjes. Oh, wat gaaf! Dit zijn dus mijn pantoffels. Ik ben er heel erg blij mee. En ze komen van Bristol. Gekozen voor een harde onderkant. Dat is handig, want ik sta hier gewoon mee in de keuken. En soms wordt de vloer gewoon een beetje nat. Dus ja, ik ben hier blij mee. En ik ga nu even snel koken. En Nessim gaat de kerstboom in elkaar zetten. Toch, Ness? Ja. Ja? Heb je er zin in? Ja. Ik ga dus Italiaanse kip maken uit de oven. Wel even op mijn eigen manier, want ik heb niet alle ingrediënten thuis. En dus eigenlijk wat je nodig hebt. Kip. Bieslook, tomatensaus, tomaatjes, paprika. Eigenlijk ook hete peper, maar Nessie kan dat niet echt verdragen. Dus die sla ik over en ik doe een beetje chilipasta erin. En basilicumpasta, knoflook, ui en spergiebontjes gewoon apart. En lentuitjes ook nog erbij. Ik heb filet in dunne reepjes gesneden. Ik ga het nu even kort marineren. Ik ga eerst even een sausje maken en de ui met de knoflook heb ik even apart gedaan, want die ga ik eerst frituren. Daarna gaat dit overheen en de rest van de kruiden. En voordat de kip in de oven gaat, even eerst een beetje aanbakken aan elke kant. En ik begin nu dus ook met het sausje. Zo een beetje alle kruiden toegevoegd. De saus is klaar, de kip is klaar. En tenminste, hij moet nog de oven in, maar ik heb het even gebakken. En ik heb de spergieboontjes even gewassen. Ik moet even nu snel naar de appie, want ik heb geen grote ovenschaal. Dus dat ga ik even snel doen. Ik heb even snel een ovenschaal gehaald en ik heb het even afgewassen. En dan ga ik de kip erin doen, dan doe ik saus eroverheen en kaas. Het ziet er dan zo uit en nu alleen nog kaas eroverheen. Zo jongens, kijk eens onze kerstboom. Ik ga stuk. Echt zo cute. En Esme heeft hem helemaal aan elkaar gezet en eigenlijk heeft hij alles gedaan. Ik heb echt de puntjes op de i gezet.
En ik vind het echt zo schattig. We waren weer een beetje te laat met de piek kopen. Dus hebben we voor een strikje gekozen. En dat vind ik ook echt iets leuk. Vind ik echt iets van Nessie. Van die muzieknoten en roosjes, sneeuwvlokken. Love it. Yay. Nou jongens, dit is het eindresultaat. Het ruikt zo lekker, niet normaal. Kijk, één keer deze kat, jongen. Wat ben je aan het doen? Kan je er nog uitkomen of zit je vast? Wat doet zij? Zit zij vast? Zij zit vast hoor, Nes. Nee, ze is aan het chillen. Nee. Volgens mij slaapt ze gewoon. Kijk haar chillen dan. Oh, chilling. Oh, kattenman. Weer is weer in de auto. Ik ga nu naar Honey. Nessie is naar een show. En ik ga haar even eten brengen. Want er was eigenlijk genoeg over. En ze zei dat ze nog niet had gekookt. Dus dan breng ik graag even eten naar haar. En dan zie ik jullie gewoon straks weer. Ik ben inmiddels aan het lopen naar Honey. Mijn pantoffeltjes zijn zo fijn. Nou, eigenlijk mag ik er helemaal niet meer naar buiten. Maar goed, schijt. Ik ben net thuis. En het is echt zo super koud buiten. Niet normaal. Nessie belt. Zo, hij is ook bijna thuis blijkbaar en had honger, dus ik maak nog even een pizza tonijn voor hem. Even kijken wat ik wou zeggen. Ja, wat ik nu ga doen is, ik ga even heel snel mijn boekhouding doen, want dat is echt zwaar nodig. En ik ga daarna even een video editen. Want vandaag moest eigenlijk al een video online komen, maar ik had nog niet geëdit, dus dat kon nog niet. Dus ga ik echt nu allemaal even doen. En daarna ga ik eigenlijk gewoon naar bed. Nu even snel pizza maken en dan aan de slag. Ik hoop dat jullie deze vlog weer leuk vinden. Zoals ik al zei, ik ga in de volgende vlog even unboxen, want ik heb er eigenlijk helemaal geen zin even nu in. Ik ben echt moe. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!